terrein van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, RGB, heeft gisteren de uitreiking plaatsgehad van 752 grondbeschikkingen. Tijdens de toespraken voerde Joyce Blokland, secretaris van de Bond Burgerpersoneel bij het Korps Politie Suriname en voorzitter van het Bouwfonds van het Korps, haar gehoor terug naar 2010. Zij had toen het burgerpersoneel van het KPS opgeroepen zich te registreren. De voorbereidingen zijn echter niet van een leien dak gegaan, vooral toen de bereidsverklaringen vanwege bepaalde omstandigheden kwamen te vervallen. Dan ligt van structuren takje voor ROGB, dan schrijf van briefie, leg uit SAMSA voor de man met een nieuwe bereidsverklaring. Onwaka ROGB trapu te uweri. 2011, dat we bij Gwef Kondref geroken naar ambassade. Afrika mide. Mij eres bij Carmine na Lembo, bakannatori. In de kantake is dan wat ik in het idee. Mevrouw Blokland is gevlucht naar Zuid-Afrika. Meneer Lafu, want aan de Wallaftoriteit is de natraseira, je eres taki, te je hosselgisma, toch? Dat is mijn etakie. Ik ben gevlucht met die gelden die jullie hebben betaald. 1065 per persoon. Ik ga dus aan mijn dien. Nooit nooit aan mijn apacidatie. En mijn liefde smaf me achter naar een instructie. Mijn omstandigheden met toren bij mijn city. De waka kondre. De waka gwa komen wanneer. De waka gona DC. De suko je pi ala se. Mif misrefi, mi brief a he regering, den ook is one brief if me. Minister ROGB really fell tegi mi tak tum si fus ma beko akseng fu agrom. Dus abigit twijfel. Na deze leidensweg is het toch gelukt en gisteren konden de mensen hun grondbeschikkingen of bereidsverklaringen in ontvangst nemen. Minister Steven Reliefeld van RGB noemde het een geweldig leuk moment dat het proces van grond tot uitgifte, dat bijkans 6 jaar heeft geduurd, tot een goed eind is gebracht. Hij kon zich geheel terugvinden in het verhaal van Blokland over de Leidensweg en vroeg dan ook een applaus voor het bestuur voor het doorzettingsvermogen. En Joyce, daarbij had me idee voor een belang voor eng. Als ik zie dat iemand opkomt voor het belang van de gemeenschap voor Surinamers, dan mag spammen idee, ja. Je mag weer mee idee. Dan vind ik het juist een uitdaging, omdat ik weet, het is een stukje job, het is een stukje werk, dat niet voor zichzelf wordt gedaan, maar het is een stukje job dat wordt gedaan voor u als Suriname. U heeft er recht op. Het ministerie van Justitie en Politie staat bekend als een van de grootste ministeries. Dus Lanti, Gouan, Pies, Grond voor 61 hectare. En inderdaad, Bakadi, Oluku, ala de registratie voor een personeel voor Justitie en Politie. Dan was je dat jongen, 61 hectare bij voeren. Maar eenmaal je de grond hebt, je zal gek zijn om Lanti weer te zeggen van, tik de rest van de grond, baka. Dus hebben we afgesproken, wij gaan ook andere Surinamers helpen die recht hebben op een stukje grond. En zo is het werk voorgezet. Zaken zijn geïnventariseerd, burgerpersoneel, andere Surinamers die er ook recht op hebben, hebben aanvraag ingediend. En inderdaad, het idee aan momenten door dat we die bereidsverklaringen kunnen uitreiken. De bewindsman drukte de mensen op het hart om nu de juiste wegen te bewandelen en niet hetzelfde te laten gebeuren wat hen 6 jaar terug was overkomen, namelijk de bereidsverklaringen waren vervallen. Reliefeld sprak dan ook de hoop uit dat hij binnenkort de toewijzingsverklaringen kan uitreiken. Zij die 6 jaar terug hebben betaald voor de bereidsverklaringen, behoeven dat niet meer te doen. Aldus minister Reliefeld gisteren bij de uitreiking van 752 bereidsverklaringen aan onder meer het burgerpersoneel van het KPS.